Goed, welkom bij deze instructievideo hoe je een video kan maken met GPS overlays. Ik heb ook een instructievideo over Garmin GPX. Deze video gaat over Dashware. Om een video met overlay te maken heb je natuurlijk Dashware nodig. Dashware is gratis, kun je downloaden van het internet en installeren. Je moet natuurlijk digitale video's hebben. En Dashware heeft geen kaart zoals Garmin Edit, maar je moet de bochten herkennen om zo zeg maar de GPX data en je video synchroon te krijgen. En ik laat even zien hoe dat eruit ziet. Ik heb hier Dashware gestart en ik zeg tegen een nieuw project. Oké. Dan hebben we twee dingen nodig, namelijk een datafile en een videofile. En die moeten we natuurlijk aan elkaar plakken. We gaan eerst even de video importeren. Dit is een video van 20 januari. Er lag toen sneeuw in Groningen. En deze video is het laatste stukje van Winsum naar Groningen via de Walfridus spoorbrug. De datafile die daarbij hoort, dat is deze. En dan zeg ik add. Nog even over die datafile. Die datafile is het bestandje wat je GPS-computer maakt. Die fitfiles die kan ik niet lezen omdat die een bepaalde codering hebben waar ik geen editor voor heb. Maar de GPX-files die zijn ook goed. En ik laat dat even zien. Het ziet er heel erg abracadabra uit, maar dat is helemaal niet zo. Dit noemen ze een container tag en elke seconde maakt hij dit soort hele kleine blokjes aan. En hier zie je bijvoorbeeld mijn latitude en longitude, dus mijn hoogte op de aardbol en mijn breedte op de aardbol. Je ziet hier de hoogte, elevation. Je ziet hier de datum. En je ziet hier de temperatuur. Er lag sneeuw inderdaad, want het is min 1. En mijn hartslag is 157. Het bestandje gaat maar door. Dit kun je ook gebruiken mocht je bijvoorbeeld een keer een vastgelopen iets hebben. Of je wil bijvoorbeeld twee metingen combineren. Dan kan dat. Dan moet je de knip op de goede plek maken natuurlijk. Maar dat is een andere video misschien. Maar ik wil even laten zien dat die fitfiles en die GPX-files die zijn hetzelfde. Er staat gewoon in hoe hard je fietst, waar ben je enzovoort. En dat gaan we dus ook gebruiken. We gaan dit synchroniseren. Nou, dit is mijn route. Je ziet dat deze dus geen kaart toont. Maar dit is wel een belangrijk punt waarop we de video kunnen synchroniseren. Want ik weet dat ik daar ben. Ik ben ongeveer hier in de video. Want als we de video vooruit zoeven, dan zien wij dat wij, een plaspauze, dan zien wij dat wij hier de Walfridusbrug overgaan en die is, dit is de Walfridusbrug, dat witte ding. Maar waar synchroniseer ik nou die video? Dat moet ik hem vertellen en ik kan gelukkig wel inzoomen en ik denk dat die kruising wel heel goed is om in te zoomen. Want precies hier ben ik op dezelfde weg erover als er onderdoor gegaan. En dat is ongeveer hier bij het water. Ik denk hier. Hier. Dus dan zeg ik tegen hem, synchroniseer met video. Dan wordt dit ook grijs geblokt. En dan weet hij dus dat zal het wel zijn. Een hele makkelijke manier om dit te checken is als wij even een gauge, een meting toevoegen, namelijk het kompas. Dan kunnen we namelijk checken, dark compass voeg ik toe. Die zetten we hier neer.
Nou, dit ding kan weg. Dit ding kan al weg. Wat ik leuk vind aan dit programma is dat hij Amerikaanse metingen, hè, dus in miles en in kilometers, dat hij die tegelijk kan tonen. Dat kan Garmin Edit niet. We doen even de speed, doen we ook even. Nou, zullen we een digitale doen? Miles, kilometer per uur. Die zetten we hier in. Je kunt hem ook zo resizen, dat vind ik wel leuk. Dat kan Garmin Edit ook niet, dus het heeft wel wat voordelen. Dus even kijken of het klopt. Ietsje verder moet ik dus een scherpe bocht maken. En dan kijken of het klopt. 3, 2, 1, bocht om. Ja. Zie je dat het kompas goed mee beweegt? Dan ga ik nog een stukje rechtdoor. Ik fiets dus naar het westen, dat klopt. Dan krijgen we nog een bocht. Maar je snapt het idee. Als we nou even teruggaan, dan zien we dat hier ook nog een bocht is. Even kijken of die klopt. Ik fiets dus naar het zuiden en ik moet nu de bocht omgaan. Ja. Dus nu fiets ik richting het oosten. Ik maak een flauw bochtje. En dan moet ik weer richting het zuidoosten fietsen via een flauwe bocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu fiets ik recht. Ja. Zo werkt het. Het is niet heel moeilijk. Je hebt hier heel veel metertjes. En nogal meer dan mijn Garmin Edit, denk ik. Die kun je ook downloaden. Nou, ik denk dat ik mijn video hier beëindig. Je hebt hier gezien hoe het moet. Even weer terug naar mijn presentatie. Hè, ik heb laten zien hoe Dashware werkt. Ik heb een videootje geïmporteerd. En ik heb het gedaan op bochten en dus op kruisingen. Ik vind het een stuk lastiger om je video synchroon te krijgen, omdat je namelijk geen kaart ziet. Ik zal eens even kijken of hij, want dat zal misschien wel een voordeel zijn. Hij zal wel, ja, deze herkent wel veel meer soorten fietscomputers. En hij zal waarschijnlijk ook wel veel meer soorten video's herkennen. Ja, kijk, hij kent ook Move. Zie je mijn eigen video's, movies, MPG, MPEG, DivX, zelfs MTS, MP4. Dus dit programma herkent meer video's. Synchronisatie is wat lastiger. Maar doet hetzelfde trucje. Video's met een mooie overlay. Veel plezier met de video.